Zijn we toegekomen bij de Swing 3 van Riesent Müller. Voor de dames natuurlijk een zeer populair model en dat was al zo bij de Swing 2. Nu is het zo, in 2020 was de Swing 2 nog beschikbaar en werd er een duidelijke positionering doorgevoerd tussen die Swing 2 en natuurlijk de nieuwe Swing 3. De Swing 2 was toen eigenlijk enkel beschikbaar met kettingvarianten en met de Active Line motoren. Daar waar nu in het 2021 gamma enkel nog de Swing 3 zal worden aangeboden. En dat een aantal varianten of toch kenmerken van die varianten van de Swing 2 nu ook overkomen naar eigenlijk de Swing 3. Vroeger beschikbaar enkel met riem, maar dus nu ook met ketting in de vorm van de City. De City, Swing 3 City, is eigenlijk de variant met het Shimano Nexus NAV systeem. En die wordt dan gekoppeld aan een ketting. Ga je over naar de Urban, dan krijg je eigenlijk hetzelfde schakelsysteem, weliswaar dan met een riemoverbrenging. Wat we ook al beschikbaar hadden in 2020, was dan die Urban Vario variant. En dat was eigenlijk de variant met de Enviolo naadloos schakelende naaf, maar dan ook in combinatie met zo'n riem. Die varianten waren dus al gekend. De City komt erbij als eigenlijk de meest budgetvriendelijke variant. Shimano Nexus naaf en zo'n kettingoverbrenging. Komt er wel bij, en dat is eigenlijk volledig nieuw, terug in het gamma te vinden bij Riesent Müller. Werd vroeger al wel gedaan, is even weg geweest, maar nu dus helemaal terug. En dat is de Enviolo Automatic. Dat wil eigenlijk zeggen dat het naadloos schakelende systeem van Enviolo in deze fiets verwerkt zit. Maar in de Automatic variant met een volledig automatisch schakelend systeem komt. Het systeem weet eigenlijk bij opstart dat de fiets in beweging komt. Je maakt snelheid en het systeem gaat eigenlijk automatisch bijschakelen. Je hoeft daar verder dus niets meer te doen als genieten tijdens het rijden. Dat gaat zeker een zeer populaire variant worden. Wat is er verder nog beschikbaar? Eigenlijk wat al gekend was. En dat zijn de gekende fietsmanden die mee worden geïntegreerd vanuit Riesent Müller zelf. Zeer mooie manden die zowel achteraan inzet, dus aan beide zijden kan optioneel gevraagd worden. Maar ook zeker de gekende voormand met het ClickFix systeem dat eigenlijk mooi esthetisch past bij deze fiets met bruin zadel, bruine lederen handvaten en bruine banden. Verschillende maten ook, steeds met lage instap. Mooie gekende salvia matte color. Ook een witte kleur, een zwarte kleur en beschikbaar zelfs in 26 inch variant en in zeer lage framemaat voor de wat kleinere dames.